Hallo iedereen, welkom weer bij de Bindings of Isaac. Laatste keer hadden we Samus gespeeld. En die jullie nu graag willen zien is Eve, dus ik ga eens Eve spelen. Die heeft de meeste stemmen gekregen. Zoals jullie weten, kunnen jullie bij reacties laten zien wie die het graagst wil zien. En die ga ik dus spelen. Met Eve heb ik al Isaac mee verslagen. Dus ik denk dat ik het voor de eerste keer ga proberen om naar Shoal, de duivel, te gaan. Want zover heb ik hem maar ergens één keer tegen hem... Hop! Gespeeld. Sorry voor die gil. De tik. Nee, dank je. Die wou ik niet pakken. En, het is een redelijke item. Zeg maar, hoe minder HP jij hebt, hoe minder HP de baas daar ik had. Ik dacht dat het zo werkte. Maar, en het enige nadeel is, als je die hebt, kan je de Polaroid natuurlijk niet pakken. En als je de Polaroid niet hebt, kan je niet naar de kist pakken. En niet dat ik toch van plan is voor de eerste keer naar, Shoal te gaan, de duivel. Dat betekent gewoon, yes. Dat we niet naar Isaac kunnen. Maar goed, mijn truc is gelukt, gewoon extra grote explosie. We hebben de secret omhoog gelegd daarbij. We spelen dus Eve, dus we hebben maar twee hartjes. De rest is een beetje hetzelfde. Ik weet niet, heeft hij wat lager speed? Dus kijk, hij heeft wat lager damage. Ietsjes meer movement speed en de rest is hetzelfde zo te zien. Maar deze stats, wat je hier die ziet, dit allemaal hier, die... Oep, kan niet stoppen. Ik weet niet of die 100% kloppen, want ik heb wel eens een paar keer gehad van... dat mijn damage gemaxed was op de, daarop. Maar toen ik een paar damage items kreeg... ging de damage nog steeds omhoog. Dus ik weet niet of de cap echt zo is. Maar het ligt ook... Oeh, een Eternal Heart, wauw. Maar het ligt ook een beetje aan de item zelf. Want ik weet dat sommige items zijn 1.5 damage up. Andere zijn gewoon 1 damage up. En andere zijn 2 damage up. En dit is de eerste keer dat ik deze kamer zo zie. Graag dat de poep allemaal zo in de hoekjes zitten. De eerste keer dat ik zo'n kamer zie. Nou ja, ik kan altijd nog wat nieuws tegenkomen. Misschien is het echt zeldzaam om zo'n kamer te krijgen. We hebben ons eerste item room gevonden. Met een gratis muntje in de midden en de patrol fires. Eens kijken wat het is. Oeh, de PhD. Ik weet niet of het betere of meer kans op pillen geeft. Dat weet ik juist niet. Maar als we pillen een tijdje vasthouden, dan zien we daarna wat het doet. Maar ik weet niet of het goed of slechte pillen juist ook nog maakt. Maar dat zien we nog wel. De tik wil ik niet hebben. Dus we gaan nu tegen de baas vechten. Hopelijk gaat het een beetje makkelijk. We vechten tegen Pin. Dat is een vrij makkelijke baas. Dat is een van de makkelijkste baas dat je kan hebben. Maar zolang dat je op dezelfde plek blijft staan, komt hij steeds dezelfde plek tevoorschijn. Een trucje is altijd kijken waar hij omhoog springt. Want dan kan je kijken juist voor... een rechte lijn. Oké, ik wist niet waar de Appenkijk was. Hij doet zich ook heel vaak zelf opblazen met die Appenkijk, maar hopelijk doet hij dat. Maar het is vrij simpel. Ik denk dat we gewoon een HP op gaan krijgen. Het zou fantastisch zijn als we nu Mom's Purse krijgen. Dat is een zak vol met pillen. En hopelijk zijn dat wel positief pillen. Maar misschien kunnen jullie me zeggen, doet de PhD de slechte pillen positief maken of doet het echt alleen maar zeggen wat het is? Ja. We hebben deze spier gekregen, dus dat is al gelijk 3 hartjes weer. Dus we zitten nu op de normale HP van Isaac. En we gaan onze internal hart oprapen. Dat brengt ons gelijk naar 4 hartjes. Dus hopelijk kunnen we dat een goede deal met de duivel mee maken. Of we krijgen een angel room, want... zover ik weet is het nu nog kans... Oh, library. Ik heb daar een sleutel van gaan krijgen. Nu zover ik weet is 50-50% kans voor een angel room of een devil room. Want als je een deal of net de angel room maakt, dan kan je geen devil room meer krijgen. Om een deal met de duivel te maken. En als je een deal met de duivel maakt, dan kan je geen angel rooms meer krijgen. Dat is wat ik zo ver weet. Ik heb eigenlijk nog nooit eens gehad dat ik een deal met de duivel heb gekregen of gemaakt. En dan dat ik dan een angel room heb. Ik heb wel vaak gekregen dat ik een deal met de duivel kon nemen. Heb ik niet genomen tot hij verschrikkelijke items had. En dat is een vervelende. Oh, ik zit al spinnenweb. Ik denk al, waarom gaan we tranen zo langzaam oppassen voor de TNT? Ik ga natuurlijk schuin op ze schieten. Als ze niet op mij afkomen. Ah, damn. Oké, dat beeld gaan we nu een beetje helpen. Die TNT kan ik dus niet kapot schieten. Wat was ik net? Oh ja.
Maar dat was dus een keer, weet wel, als je een deal met de duivel niet maakt, terwijl je dat kan, heb je altijd nog kans om een angel room te krijgen. Maar als je die, zeg maar, een deal met de duivel maakt, zoals zeg maar, je pakt zoiets als de Mark, Mom's Knife of... hoe heet het item meer? Dat heb ik weer even kwijt. Nou ja, laat maar zitten. Maar als je een van die deals maakt, dan heb je geen kans meer voor angel rooms. Dat weet ik wel zover. En dan moet ik deze laatste blubber killen. En we krijgen een bom, maar nog steeds geen sleutels. Hopelijk wordt het niet zo'n ronde waar ik geen sleutels krijg gewoon. Zoals de laatste keertjes, want dat is heel vervelend. 2 gratis hartjes. Altijd fijn als ik dat nodig heb. Zo fijn zelfs een arcade. Hé, hey, een gratis sleutel. Nu moet ik hem slim gebruiken. Of naar de item room of de library. Toch liever de item room, want de... Oké, ik dacht even dat ik bijna de kist af zou gaan. Want de library kan ook een slechte boek zijn. En wat is het? Oh my god, is het Epic Fetus of Dr. Fetus? Dit is... Dr. Fetus. Oké, dit wordt dus een run waar het heel goed gaat lopen. Of we blazen onszelf op. Of ik wil gewoon even die TNT kan opblazen. Want dan kan ik rustig checken voor de secret room. Oké, we hebben de tweede geheime kamer. Er zit een tringermachine. Nou, die speel ik wel een paar keer. Strength is een soort all stats up. Altijd geweldig. Burn Penny gaat ons heel veel bommen geven als we geld oprapen. En daar laat ik het bij. Ik ga hem nu gewoon opblazen. Misschien krijg je een sleutel. Ah, een sleutel. Nu kunnen we ook gelijkertijd naar de library. Kijken wat daarin zit. Of misschien kunnen we daar gratis naartoe als ik hier een bom plaats. Oké, geen secret room daar. Dus we gaan eens kijken wat hierin zit. Book of Sins. Waar we altijd een random item krijgen met sleutel. Dat is fijn. De Book of Sins kan ons goed items geven voor sleutels en zo'n ding allemaal. En nog heel veel andere dingen. Daar is de secret room. Dus we kunnen gratis naar de shop gaan. En zoals je kan zien krijgen we nu heel veel bommen. Ik wil gewoon even die trollfire het meest uitkrijgen. Nu kan ik net zo goed even gratis checken wat in de shop zit. Waarom niet? Oh, die wil ik hebben. Dus wat ik ga doen. Want ik heb de PhD en ik weet niet of dat goede pillen gaat geven. Dus wat ik ga doen. Ik ga de gouden kist openmaken. En vingers gekruist dat ik genoeg geld erin krijg. Dat er heel veel geld in zit. Ik hoop het echt. Nee, een kaart. Wat? Ah, ik had gehoopt dat het een ruiter was. Dat verdubbelt mijn geld. Dit geeft alleen maar wat extra sleutels. Nou ja. Dus heb ik wat extra sleutels. Misschien was het slimmer geweest om te bewaren. Nou ja. Ik vind die dag. Ga gewoon tegen de baas vechten. We kunnen helaas de Mom's Coin Pearls niet oprapen voor wat extra pillen. Vecht nu tegen de Widow. Oh, shit. Zoals je daar zag. Ik ren natuurlijk... in mijn eigen bommen. De dead bird zit natuurlijk een beetje te helpen. De widow is natuurlijk een echte jumper. En hij is dood. Oh, dead bird killde hem wel even. We hebben helaas geen deal gekregen met de duivel zo, maar we hebben een extra HP op. Dus we hebben redelijk goede hartjes. Er was hier nog een hartje. Dus die grap ik wel even op, net zo goed. En dan gaan we gewoon lekker verder. Deze run ziet er al heel positief uit. Gelijk Dr. Fetus, dat gaat ons heel erg helpen. Dat gaat ons denk ik ook helpen om Shaw voor de allereerste keer te verslaan. Dat was een leuke kettingreactie. En we hebben onze eerste pil. Dan moeten we die gewoon even vasthouden. En dan zien we dadelijk op een ren. Oh, dat was een heel rare gish was dat. Want die witte, wat je net zag, die schiet alle kanten op. Maar ik weet nooit echt welke. Een golden key wat ik dus niet kan pakken. Nou, een hartje van Book of Sins. Dankjewel. Oh, het is een speed-up. Wauw, dat ik daar geen damage heb gekregen. Dr. Fetus is natuurlijk een beetje lastig tegen vliegen. Nou, valt mee. Maar we weten niet dat het een speed-up is. Dus gaan pakken. En dit is de enige speed-up wat ik ga pakken. Want ik wil zelf niet te snel zijn. Want ik vind een beetje te veel speed. Best wel een beetje best wel onhandig. Want je bent zelf veel te snel en loopt jezelf... Als ik dat goed heb ontweken. Nou, daar kon ik niet ontwijken. Een beetje
Oh, dat is stomme damage wat ik neem. Ik ben gewoon een beetje bang voor mijn eigen bommen te doen. Maar ik moet die bommen gewoon gelijk gebruiken als ik kan. Ik hoef niet echt bang te zijn. Ik heb al aardig wat hartjes, goede sleutels. Book of Revelation kan me goede helpen. Oké, okay, Deadbird, help me alsjeblieft. There we go. Be an extra charge. Nog een pil. Friends to the end, oké. Okay. Dus we hebben wat extra... Oh mijn god, we hebben gelijk de Polaroid. Nee, ik hou de Burnt Penny, want ik weet dat we de Polaroid krijgen. Die wou ik niet openmaken. Nou ja, ik kan hem net goed checken. De Book of Revelations. Die ga ik zeker weten pakken. Waarom ik niet de Polaroid pak, is dat ik die zeker weet dat ik die uit de baas krijg. We hebben hier dus de... wat extra bommen. Ik doe helaas niks voor Dr. Fetus. Het zou leuk zijn als er een soort damage increased is. Nu kan ik ook gelijk een test doen. Ik had laatst ook eerst een Dr. Fetus. En dan had ik Mams hart. Verslagen en zo allemaal met 2 of 3 bommen of zo. Als dat nu ook is, dan weet ik niet zeker dat Dr. Fetus geen damage op krijgt. Daar kunnen we niet in, want daar moeten we vol HP voor zijn. Kunnen we eens goed even checken voor de tweede geheime kamer, net zo goed. We hebben eindeloos bommen, dus waarom niet? Niet daar. Maar dan wil ik ook gewoon eens even testen, want ik dacht dat het wel damage op door krijgt, de bommen. Maar bij sommige items wel, bij sommige items niet. Is het juist. We hebben hier een slotmachine, die blaas ik gewoon op. Als ik een bom kan raken. Met heel veel geld, en dan krijgen we ook heel veel bommen. Dus eigenlijk heb ik de Burn Penny hebben niks aan. Dus kan ik net zo goed de Polaroid eigenlijk pakken. Want de Burn Penny hebben we niet zoveel aan. Dus ga de Book of Revelations pakken. Dat is een goed source van Soul Hearts wat ik me kan geven. Kan me helpen met overleven. En ik pak nog een extra sleutel. Want ik krijg de laatste tijd niet echt veel sleutels. Wat ik graag wil hebben. Want je weet maar nooit. Even checken voor de tweede geheime kamer. Is toch allemaal... Daar is die. Kost toch allemaal niks. Met heel veel hartjes. Zou niet fantastisch zijn als hij nu een donator machine was. Want er komen heel veel hartjes geven voor de blood bag. Tot we een HP op krijgen. En het geeft 5,5 hartjes straks wat terug. Die kunnen we niet pakken. Dus we gaan hier maar eens naar de baas toe. Die moet redelijk snel verslaan zijn. De pestilence. Eens kijken. Oh, het is ook nog super pestilence. Dus gewoon bommen spammen. Oké, hij is de hoofd kwijt, dus nu gaat hij spinnen spammen. Ik doe de bommen veel te laat. Ah, god, oké, Deadbird gaat me helpen. Hopelijk krijgen we nog een deal met de duivel, want... ja, een deal met de duivel. Hopelijk heeft hij iets goeds te bieden, want ik weet dat Soul Hearts haalt niet de kans weg om een deal met de duivel met de angel te nemen. Het zijn allemaal goede items, maar ik denk niet dat het eigenlijk wat doet met... Dr. Fetus. Dus ik ga gewoon verder. We hebben het overgeslagen, dus we kunnen misschien net zo goed de volgende keer kunnen we een angel room krijgen. Dus hopelijk gaat dat lukken. There we go. We hebben hier de shop. Daarnaast kunnen we net zo goed even kijken. Mom's Purse. Daar ga ik voor sparen. Dat is een hele goede item. Dat zorgt ervoor dat je 2 trinkets kan dragen. In plaats van 1. En daar we go. Maar lijkt het... Klopt dat niet? Of zijn mijn bommen een beetje... homing? Ja! Zo te zien wel. Komt dat door net die in een bom item? Heb opgeraad. Dus dat ik nu Dr. Fetus homing bombs heb. Als dat zo is, zou geweldig zijn. Ik weet niet echt wat die item eigenlijk doet. Ik weet er wel wat bommen geeft. Nou, wacht. Hier kan ik gratis... Oh, fuck! Nou, dat ging goed. Voor zoiets moet ik liever mijn eigen bommen gebruiken. Dan Dr. Fetus... Gratis sleutel, altijd fijn. En ik moet niet vergeten altijd te checken voor de secret room. En daar heb ik gelijk. Met heel veel geld. Dus we gaan hier gelijk het halen. Dus we kunnen de Polaroid gewoon lekker houden. We hebben altijd kans voor een schild te krijgen. Nu, natuurlijk werkt het altijd maar op een half hartje. Dus misschien als we een arcade of zo kunnen tegenkomen. Of een curse room waar ik half damage kan nemen. Dat er ook mijn half hartje zit, is er nu veel meer kans voor de Polaroid effect. Maar we kunnen hier net gewoon ook een leuke andere trinket pakken als we die vinden.
Oké, die is net nog op tijd doodgegaan. Ja, ze homen een beetje. Dit is geweldig. Homing bombs. We hebben de baas gevonden, maar nog niet de uitroom. Dus die wil ik nog even verder gaan zoeken. Want dan krijgen we ook wat extra charges uit onze Book of Revelation. Deze hebben ook niet de langzaamste bommen ter wereld. Waarom niet? Ah, twee extra spinnen. Dat is een beetje vervelend. Daar loopt echt direct terug in. Toen kan ik bommen nu een beetje spammen, dat ze op de vijand afgaan. There we go, ik was even een beetje focussen. Gewoon niet dat ik... Oh, damn it. Dat is een beetje vervelend, ik had mezelf in de val gelokt. Dat is het nadeel met Dr. V, dus je kan jezelf in de val likken. Likken? Oh, waarom zeg ik likken? Ik weet niet. Dat was een beetje een paniekmoment. Maar we zijn ons zoals helaas kwijt. We zijn op een half hartje, dus we hebben kans voor de Polaroid effect. We moeten nog steeds op zoek naar de item room. Maar een rode kist is altijd de moeite waard om het risico te nemen. Want er is altijd kans dat er een devil item is en zo. We hebben een arcade gevonden. Dus die gaan we wel zeker even een klein bezoekje aan brengen. Kijken of er een leuk item in zit. We hebben de item room gevonden zelf. Natuurlijk als die vlieg door zou gaan zou geweldig zijn. Nu even die laatste controlikker nog. There we go. En een extra spirit heart. Geweldig. En wat is ons item? Want underwear. Dat is een range up. Maar ik denk niet dat dat werkt met Dr. Fidus. Het zou wel fijn zijn als je bommen wat verder weg kan gooien. Als je die zo direct voor je voeten gooit. We gaan eens een kijkje naar arcade nemen. Oh yes, daar hoopte ik op. En deze, de trinket machine. Kunnen we een extra trinket krijgen. En wat soul hearts. Dus ik ga het zeker een paar keer spelen. Lucky Toe! Geweldig. Die had ik echt wel nodig. En de rest blaas ik hem gewoon op. There we go. Liggen een half hartje, kan ik deze weer spelen. En we krijgen meteen de IV bag. Oké, daar weet ik een leuk trucje mee. Ik heb even hartjes kijken. Oké, we gaan nu veel geld krijgen. Want je kan deze twee keer gebruiken achter elkaar. Want je bent tijdelijk onverwoestbaar. En dan kan je hem dubbel dus gebruiken. Dus kan je heel veel geld krijgen. We rapen nog een half hartje op. Of een heel hartje. Zo, en dan hebben we weer heel veel geld voor de volgende shops wat we gaan tegenkomen. En dan ga ik mijn Book of Revelation terug oprapen. En dan spreek ik deze gewoon nog even vier keer. Kijk of ik nog wat, misschien wat extra sleutels of zo kan krijgen. Zou fijn zijn voor wat kisten. Ik blaas gewoon op. Ah, een pil! Oké. Okay. Ik wou het risico niet nemen om damage te krijgen. Balls of Steel. Geweldig. Dankzij natuurlijk de... Oh wacht, we hebben al wat zo gehad. Dus wat ik ga doen... Ik ga één keer spelen. Ik kon mij dubbel spelen, dat was niet slim van mij. Maar ik heb een half hartje, dus als ik al mijn soul hearts zou kwijtraken, heb ik tenminste kans voor een Polaroid effect. En dat is altijd fijn. Dus we gaan nu tegen de baas vechten. We hebben aardig wat hartjes en zo allemaal. We hebben flink wat soul hearts, dus we hebben een goede kans om een angel room te krijgen. Omdat we een deal met de duivel hebben overgeslagen. We vechten die, zeg maar, de Widow level 2. En die moet zo dood zijn. Als ik zo'n bom kan raken. Dat wil natuurlijk een beetje helpen me. Wacht even. Dat wil even natuurlijk geld. Natuurlijk moeten er nog een paar kleine spinnetjes die altijd vervelend zijn. Ik heb denk ik mijn eigen ding is weggeblazen. En zoals je ziet. Waarom niet? Heeft geen zin waarom niet te pakken. Zoals we een deal met de duivel hebben opgeslagen. Krijgen we dus een angel room. Maar wat is het? Yo. Nou ja, ik rap hem wel even op en blaas hem weer terug. Dat hier niemand tevoorschijn komt. Want die wil ik niet. We hebben hier een heel hartje. Dus ik ga gewoon lekker terug naar de IV bag. Gewoon om wat extra geld te krijgen. Dat zou gewoon fijn zijn voor andere vloeren en zo. Dus ik ga die twee keer spelen. Zodat ik helemaal vol... Of twee keer kan spelen dat ik tijdelijk onverwoestbaar ben. En gewoon dat ik... geld is altijd fijn in het spel. Misschien krijg ik ook nog net zo goed money equals power. Want dat is, ik weet niet of dat sterkt met Dr. Fidus. Maar dat zien we snel genoeg. Ik moet gewoon eens een keertje echt uitzoeken of het sterkt. Of misschien kunnen jullie me dat uitzoeken. Ik weet dat één van jullie had gezegd dat Dr. Fidus krijgt geen damage op. Maar Epic Fidus wel. Had ik eens één van jullie gezegd.
Of een van jullie die echt informatie geeft allemaal. Blijf maar die informatie geven. Want ik weet dat de meeste van jullie betere Isaac-spelers zijn dan mij. En ik weet dat jullie zomaar mij al lang hebben ingehaald. Want ik speelde het niet... Dat was een beetje stomme damage. Elke dag. Want ik speelde alleen maar zoiets twee of zeg maar vier keer aan de week. Want ik doe alleen weekenden uploaden. En ik heb niet echt veel tijd om alles te spelen. Maar het spel is verschrikkelijk leuk en ik speel wat ik kan. Ah, ik had zo gehoopt nog een keer allebei tegelijkertijd. Goed. Weer wat geld, een sleutel. Kustroom ga ik natuurlijk nog niet. Daar ga ik pas in als ik de baas heb verslagen. Kijken of ik al mijn soulhards nog heb. Dus we gaan gewoon lekker verder onderzoeken. We moeten nog op zoek naar de itemroom, de shop. Twee keer Larry Jr. erin. Maar die is altijd vrij makkelijk. We hebben wat happers, maar tot we een beetje homing bombs hebben, valt het wel mee. Als ze niet wegspringen, zou fijn zijn. There we go. Extra rondjes draaien voor de turrets. En onze item is... de Game Boy, of de Game Boy, ja. Of de Game Kit. Dat zorgt ervoor dat we tijdelijk onverwoestbaar zijn. Dan ga ik het misschien gebruiken, weet wel, in zo'n sacrifice room. Waar je... dan een kist uit kan krijgen wat een gouden kist of een grijze kist kan zijn. Dan krijg je gewoon altijd iets leuks eruit hopelijk. Heb je wat zombies, maar die zijn helemaal geen probleem. Die twee zitten vast. Geweldig. En we hebben hier een library. En waarom niet? Eens kijken wat erin zit. Book of Shadows en Book of Lao. De reden waarom ik hier in ga is als we alle boeken hebben gehad. Dan hebben we kans dat we items erin krijgen. En daarom is het ook heel erg fijn als je libraries met de D6 krijgt als je Isaac speelt. Want als je daar heel veel items of boeken hebt gehad, kan je heel veel items eruit halen. Dan kan je alle items krijgen wat je wil. Zodat het er maar goede vloeren zijn. Maar trouwens, ik ben nog niet eens echt op zoek gaan naar de secret room. En zo moet ik ook eens eigenlijk gaan doen. Want er is altijd een groot kans dat het iets leuks erin zit. Oh, hallo. Dat was oké, okay, we weten nu dat er in de shop geen greed zit, want die zit in de secret room. Natuurlijk wil ik ook graag op zoek naar de tweede geheime kamer. Daar heb ik al getest, blaas deze. Ik wil die stenen gewoon even wegblazen. Dat ik een makkelijkere bom kan gooien. Is ook niet daar. We hebben hier wat hersens. En natuurlijk wat creep achterlaten. De enige manier dat je daar overheen kan is met vliegen. Maar dat kan helaas niet. En ik loop er trek in. Dat is een beetje stom. Ik dacht dat het al weg was. Oké. Okay. Ik ga gewoon snel die op. Oké. Okay. Sorry, ik ben al even een beetje focussen. There we go. Dead Bird natuurlijk ook een beetje hulp. Dead Bird is een fijne item. Alleen een enige nadeel is dat je best wel dichtbij moet gaan voordat hij pas reageert. Eens kijken wat er in de shop zit. De kompas! Die ga ik zeker weten pakken. En wat was deze pil alweer? Oh ja, Friends Till the End. En jij schoot daar de traan op me. So you. Sleutel voor 3 cent. Waarom niet? Ik heb wat extra geld. Dus, en we zitten hierna nog maar één shop. Trouwens, ik moet wel deze gebruiken. En dan gaan we gewoon lekker verder. Doe die laatste kamer ook maar even onderzoeken. Altijd fijn of er iets in zit. Natuurlijk doen de vliegen zichzelf opofferen voor niks. Dat is jammer. En als we de baas hebben verslagen, hebben we nog een extra charge of Book of Revelation. Dat is weer ons zowel terug. Dus we gaan eens tegen vechten. De Sword. Dus we krijgen ons tweede Cube of Meat. Doe niet zoveel damage als ik dacht. Ik kan me herinneren dat het meer damage deed. Dus misschien is het toch dat het extra damage doet. Natuurlijk kunnen we hem een beetje... Auw, sta ik stom stil voor damage te krijgen. En hij is dood. Oh, een deal met de duivel weer. Oké, dus dat wisselt zich af omdat we de deal met de angel niet hebben gepakt. Dat is een gouden kist. We gaan als tweede cubie of meat pakken. Ik ga niet de dader pakken, want ik vind de level 2 geweldig. Mom's Pearl. Extra kans voor soul hearts. En de Polaroid. Dat zijn items die ik hou. Lucky Toe is een fijn item, maar de Polaroid vind ik zelf beter. Wat heeft de duivel te bieden? Guppy's Head en... Switchblade, dacht ik dat het heette. Of zeg maar scheermesje. Dat zorgt ervoor dat je kleine damage op krijgt met de kosten van een half hartje. Nee, dank je.
Nou goed, we hebben zo wat teruggekregen. En dus ga ik even checken voor de tweede geheime kamer op verschillende plekken. Want je weet nooit of er wat leuks in kan zitten. Er kan weer een kamer vol met hartjes zitten. Of er kan een item in zitten, net zo goed. Of er kan gewoon lekker veel geld zitten voor de laatste shop. En dat heb ik eigenlijk al gecheckt. Of ik kan ook tegen Greed vechten eigenlijk. Dat, die kan me ook wel veel geld geven. Dus ik ga... Oh, mijn bom is er nog. En natuurlijk dat mijn bommen homing zijn, moet het vrij makkelijk gaan. There we go. En nu heb ik genoeg geld voor de volgende shop. En ik ga even een kortere weg nemen. Voor de... Oh nee, dan de baasroom is, kan ik er zelf niet uitblazen. Maar we gaan nu even kijken wat in de curlsroom zit. Want er kan altijd nog wat extra swords of zo in zitten. Of een devil item van alles eigenlijk. Wat krijgen we? 2 bommen. Geweldig. Dus dat was niet de moeite waard. Maar ik probeer het altijd. Het is altijd 50-50% kans voor wat goed of slecht. En ik heb ook wel eens een paar keer Dr. Fetus, dat probeer ik te zeggen. Ik heb wel eens 1 of 2 keer Dr. Fetus eruit gekregen, wat ik nu heb. Ik wil steeds Polyphemus zeggen. En dan zijn we helemaal klaar. Oh ja, nou is goed. Ik ga gewoon verder. Ik heb geen zin om overal te gaan zoeken voor de tweede geheime kamer. We zitten nu in de Depths 2, dus we gaan niet tegen mama vechten. En we hebben de Curse of Darkness. Dus dat wordt een beetje erg vervelend. En deze happers zijn ook erg vervelend. Dat ging net nog goed. Oké, nou eentje te gaan. Als hij nu niet rondspringt, dan zou ik hem kunnen killen. There we go. Een extra speler had, dankzij mam's spul. Dat is altijd fijn. Als ik nu nog de miter had, dan had ik heel veel kans voor hartjes. Oh, hem ga ik lekker veel geld geven, want ik heb genoeg geld. En hij geeft me meteen de ladder. Oké, kan ik net zo goed pakken. Kan ik over 1 gat heen. En dat was een beetje stomme damage wat ik dan nam. Hop, oké, dat ging net nog goed. Ik doe gewoon even... dat is beter. Ik denk, doe even wat stenen wegblazen om mijzelf wat makkelijker te maken. Maar zo kan het natuurlijk ook. En dan krijgen we onze muntje voor onze probleempjes op te lossen. We hebben hier een beetje een vervelende kamer. Als je niet genoeg damage hebt ofzo, of een manier hebt om die dingen snel te killen, dan heb je het natuurlijk een beetje lastig. We hebben wat extra hartjes liggen. En het interact, hopelijk zit de small rock erin. Dat zou ik het liefste willen. Want ik vind die beetje speed-up is wel fijn. Maar ik vind mezelf in ieder geval wat langzamer, wat fijner. Wat ik nu ben is eigenlijk de perfecte snelheid. Als er nog een speed-up is, dan ga ik die niet pakken. Balls of Steel, altijd geweldig. Nou, eens kijken wat onze laatste item is dat we krijgen. Het is Little Chad. Dat geeft ons kans voor meer hartjes te vallen. Dus elke keer als om de zoveel kamers is er kans dat er gewoon een heel leuk hartje gaat vallen. Dus een hele simpele kamer. Sorry, heb ik een beetje. Dat is het jaar van Revelation. Dus we hebben nu zo hard buiten de visie van ons beeld. Dat betekent gewoon dat het heel goed is. En ook heel goed. We hebben hier de baas gevonden. Maar ik ga nog even verder checken. Het zou leuk zijn als ik een soort tarotkaart kan krijgen. Zoals de Fool. Of misschien de Stars. Of een teleportpil. Dat zou fantastisch zijn. Want dan kan ik zeg maar uit de kamer gaan. Waar mama zit. En kijken of ik daar een deal met de duivel heb. Nou, ik heb een sleutel en een bom extra gekregen. Ik had gewoon wat meer. Oh, ik ben blij dat ik ga verkennen. Anders kwam ik hem niet tegen. Dus we kunnen nog een leuk item krijgen. Ik weet niet wat, maar dat zien we wel als het zover is. En dat is de map. Oké, het heeft nu geen zin, maar het gaat met de andere levels wel heel goed helpen. En ik heb mezelf compleet in de val gelokt daar. En ik neem vervelende stomme damage. Oh, nee. Ik ben... Laat me zitten. Gewoon dumbout. Ik zeg niks. Ik kijk, Elsa is gewoon niet dood. There we go. Er waren gewoon te veel hersens. Het zijn guts. Gewoon iets te veel guts. Dus we zien hem weer een beetje als hard. Ah, we vechten Gluttony. Een van de 7 sins die ik met 2 kan opblazen. En je altijd een tarotkaart kan krijgen. Of een pil. Of een HP up. Kan je ervan krijgen. Van, of een trinket, denk ik. Verschillende dingen kan je ervan krijgen. We hebben nu denk ik alles gehad. Ik check hierboven nog even. Of ik daar ben geweest. Nee, ik ben nog niet geweest. Ah.
virussen. Altijd vervelend. En ik ga een dag in die zombie. Een beetje vervelend als ze door de hele map verspreid zijn. There we go. Twee extra bommen. Het enige wat ik hier echt doe is onderzoeken of ik ergens iets kan krijgen voor uit Mams gevecht gaan. Voor een extra kans om een deal met de duivel te krijgen of een deal met de angel. Want we hebben nog geen deals gemaakt met ze of items gekregen. Oh, we hebben de secret room gevonden. Dus dat is een beetje geluk. Hopelijk zit er iets goeds in. Een slotmachine. Ah, spin ik even 4 keer en dan blaas ik hem gewoon op. Kijken of ik nog wat leuks eruit kan krijgen. De dollar zal leuk zijn. Nou goed, het is een vlieg. Blaas gewoon. Oh, oké. Okay. Oh nee, dat was een dingetje wat ik helemaal vergeten wat je kon doen. Dat is een truc wat ik heb geleerd. Ik weet niet echt of het werkt. Want als je met de slotmachine een vlieg krijgt. Een soort passive fly. Dan heb je kans om gewoon uit de kamer te gaan en in de kamer. En dan reset je de kamer. Dan is er kans voor een... Nice pickaxe, really. Is er gewoon extra kans voor... en dan een trinket machine tevoorschijn komt. Oeh, zo hard. Die wil ik wel hebben. Dan hieruit. Oké, okay, geen damage gekregen. Die bom hoef ik niet. Want ik heb Dr. Fetus en 26 bommen. Dus ik heb er meer dan genoeg. Maar dat moet je ook eens proberen. Als je in een arcade zit en je doet een slotmachine spelen. Of je komt in een secret room of zo tegen. Probeer het gewoon eens uit dat je een zwarte vlieg krijgt. En dan loop je uit de kamer in de kamer. En dan moet er een klein kans zijn om weer een trinket machine te krijgen. Want dan reset je de kamer. Nou ja, we gaan nu tegen man vechten. Eens kijken hoe het gaat. Natuurlijk moeten we een beetje oppassen. Met mams voeten en zo. De bommen doen niet zoveel damage. Dus ik denk toch dat we een leuke damage up kunnen krijgen. Dus alle damage up werkt toch nog met Dr. Fetus. Maar blijkbaar is hij niet zo snel dood als de laatste keer. Dus ik weet niet of het bepaalde items zijn wat je alleen maar een damage up krijgt. En natuurlijk is het natuurlijk heel erg fijn dat we... een beetje homing bombs hebben. Want dat gaat ons heel erg helpen. Oké, okay, mama heeft net... En ik hoorde de angel room net. Maar we hebben hier helaas geen kans om hier uit te gaan. Om die angel room te pakken. Als we nu een teleport pill hadden. Of de fool of de hermit of stars. Dan kom je makkelijk uit. Maar ik weet dat hierboven nu een angel room is. Maar nope, maar ook niet. Kunnen we niet pakken. Dus we moeten helaas een angel room gaan overslaan. Dat is heel vervelend. Dus we moeten gewoon verder. Dankzij de map kunnen we gelijk zien waar de basis en de secret room. Ik ga even de secret room checken. Want er kan altijd wat leuks in zitten. Ik krijg een pil. Speed up. Maar die ga ik me niet pakken. Want ik vind mezelf al snel genoeg. En dan gaan we eens kijken wat die aanzet. Oh, great. Die niet zo'n probleem moet zijn. Als ik hem kan raken tenminste. There we go. En we krijgen nu de Steam Sale, wat ons 50% korting op alles wat geeft. Terwijl er geen shops meer zijn. We vechten hier tegen 2 Geminis. Die zijn gelukkig vrij simpele bazen. Oep, behalve als die op mij afkomt. We vechten hier tegen letterlijk 1 Gemini. En die was gelukkig in één keer ontploft. Thank God dat de bommen een beetje homing zijn. Dat gaat ons heel erg helpen. Here we go, nog een pil. Wat is deze pil? Nog een speed up. Nee, dank je. Ik wil niet te snel zijn. Vecht nu tegen wat hollows. Maar die moeten nu geen probleem zijn. Natuurlijk zijn ze een beetje onvoorspelbaar. We hebben een extra charge voor Revelation. Dus we zitten weer helemaal vol. Dus we zitten heel goed. We hebben nu wat hersens. Dus we moeten... Oh, crap. Dat was een beetje vervelend. Ze hebben helemaal ingesloten. Zoals waar ik toch vliegen kon. Dan komt jij tevoorschijn. Oh, die moest me niet raken. Die moest me niet raken. We hebben de baas nu eindelijk bereikt. Dus we kunnen er gelijk tegen vechten. Kijken of we een leuk strijd kunnen krijgen. Dat wou ik niet doen. Ik wou schuin naast ze schieten. There we go. Ik ga natuurlijk al deze tintentraks opblazen. Voor kijken of er een verstopte soa in zit. Of een tintenvraag bedoel ik. Hopelijk blaas ik mezelf niet op.
Ah, dat was het tintelrak, maar ik heb helaas een sleutel. Ja, waarom niet? Poison touch, altijd fijn. Elke keer als ik damage krijg, doen we dus flink damage aan de baas. En dit is denk ik niet zo'n moeilijke kamer. We kunnen Chops gewoon allemaal zelf de bommen opeten als hij op mij afkomt. Dus kom maar Chop, kom op mij af. Hier ben ik. Chubby. Hop, nope. Dat ging net nog goed, ik dacht dat hij me zou raken, maar goed. Maar hij is bijna dood. Ik probeer mijn bom laten eten, maar hij wil niet eten. Hij heeft eigenlijk geen honger. Oh, we vechten hier tegen twee monstro's. En natuurlijk heeft hij zoals normaal altijd veel HP. Maar zo moeilijk kan het niet zijn, terwijl ik gelijk damage krijg. En als je ze dubbel kan raken, is altijd goed. We hebben eentje dood. En twee dood. En we krijgen een muntje extra. Maar voor Poison Touch vind ik dat wel goed. Gaat ons goed helpen. Goed, gaan we maar eens de eerste baas vechten. En dat is de dood. Dus we kunnen onze eerste Cube of Meat krijgen. Ik ga natuurlijk proberen zo snel mogelijk hem te killen. Meteen van zijn paard afkrijg. Ik weet niet hoe hij... Oh ja, de paard heeft aangeraakt met Poison Touch. Nu komt het weer lastig gedeelte van timen. There we go. Helaas geen deal met de Angel. We gaan die niet oprappen, of wel? Nee, liever niet, want ik hou liever Cube of Meat level 2. Want dat is een soort of steeds kogelbescherming, want dat is een orbital die om me heen draait. Ik ga de library checken, misschien zit er wat leuks in. Dat is een speed-up, dat weet ik al te goed. Dus dat ga ik niet pakken. En wat zit in de secret room? Gewoon wat lekker geld, altijd fijn. En dan gaan we dus nu checken wat hier allemaal zit. Zoals je kan zien, ik doe niet zoveel damage, want ik kan me herinneren, de laatste keer heb ik die toch echt... veel meer damage gedaan. Nu kill ik alles in één keer hit. En nu kost hij net 2 hits. Dat is een hartje waar ik niks aan heb. En wat zit er in de kist zitten? Natuurlijk wat extra geld. Waar ik niks aan heb. Ik check wat hierin zit. De telepathy voor dummies. En de cookbook wat overal bommen plaatst. Nope, hou ik liever. De Book of Revelations. Ik ga nu een kleine... kortere weg pakken om naar de baas toe. Dat ik gelijk twee kamers oversla. Maar dat zorgt ervoor dat ik minder damage krijg. We doen maar één charge nog. Oh crap. Dit is een klote kamer. Thank God for Poison Touch. Dit is een hele vervelende kamer. Was dat. Twee Larry Juniors. Oké, doe ik hier een bom. Mag jij erin staan? There you go. Nog eentje en hallo's. Spammen bom, spammen bom. Gewoon bommen spammen. Oh, hij leeft nog. Ja, ik dacht dat het een dood zou zijn. Mijn god, hoeveel HP heeft hij nog? En Poison Touch, maak hem af. Oké, ik ben me zo hard dus kwijt. Nou ja. We gaan niet tegen mam hard gaan vechten. Dit moet hopelijk goed gaan. Hopelijk. Natuurlijk moeten we eerst van die ogen afkomen. Als eerste. En dan moeten we gewoon hier staan en spammen. Ik ga mijn strengthkaart gewoon bewaren. Kijken of ik gewoon iets leuks uit kan krijgen. De man is natuurlijk een beetje vervelend. Zoals je kan zien, ik doe veel minder damage de laatste keer. Dus als je toch damage op items krijgt, het werkt toch nog met Dr. V. Dus dat je toch nog steeds een damage op krijgt. Want ik kan me herinneren dat ik echt met 2-3 schoten heb gedood de laatste keer. En deze keer, zoals je kan zien, kost het veel meer bommen dan de laatste keer. Oké, we moeten nu een beetje oppassen. Want ik ga nu gewoon overal creep plaatsen met bommen. Met zeg maar, kijk, bloedballen. Maar we hebben hem verslagen. Zou ik nou Icy proberen of... waarom niet? Ik ga naar, ik wil toch eens een keer naar de kist gaan. Als ik hem met Eve heb bereikt, is het wel goed. Dat is een kamer vol met trollfires. Wat gelijk naar mijn schoot. En ik zat een beetje klem aan de deur. Vervelend als je net door een deur loopt. Je bent naar INC kan lopen. Dan klem je altijd een beetje. Oh. Ik sorry. Ik ga eigenlijk de verkeerde kant op. Ik kijk niet naar de map. Maar we weten dat we daar zo'n eentje hebben staan. Dus als we nu... Ah. There we go. Wat extra hartjes kunnen krijgen. Maar we hebben er maar 3 hartjes. Dit ziet er niet echt
positief uit. Die zijn natuurlijk erg vervelend, want die blazen op. En laten een vlieg harten. We hebben een extra hartje. There we go. En een speelt hart. En we vechten nu tegen twee slaws, dankzij wat ze heten. Moet redelijk makkelijk zijn. Als ze niet te veel larven spannen. There we go. Extra charge van Soul Heart. En wat hebben we hier? Dit verdubbelt ons geld voor 99 cent. En wens me succes. Ik ga nu tegen Isaac vechten. Hopelijk gaat het goed. Dat we dan naar de kist kunnen. En niet dat we ook nog... wacht, ik gebruik niet deze maar even. Voor gewoon een extra damage op het gevecht. Ietsje sneller te laten gaan. Ik weet niet of het werkt. En dat we onze bommen hebben, schieten ook nog wat langzamer. Dus we moeten minder zorgen maken voor damage. Hij is nu fase 2, dus hij schiet nu wat meer. En natuurlijk ook homing tiers. Dan moet je natuurlijk belangrijk om tegen de muur aan te staan. Hij is bijna de volgende level. En dan komen wat angel feeders tevoorschijn. Maar ik denk dat we dit gaan halen. Als we niet te veel damage krijgen door die angel feeders. Dus gewoon nu op de bommen spammen en dan komt alles goed. Dat ging net nog goed. Oh, laser attack naast me. En we hebben Isaac verslagen. En dan gaan we nu, voor de eerste keer, met de Polaroid, naar de kist. We hebben 4 sleutels, dus we krijgen 4 items erin. Want alles is nu items, dus eens kijken wat we eruit krijgen allemaal. Oh, de miter is geweldig. Dit is gewoon overal vliegen om je heen, zodat je gewoon goede kogelbescherming hebt. Dat is altijd fijn. Ik kan toch niet rerollen, dus ik kan net zo goed Harley Quinn Baby pakken. Dat is voor extra cover. En dat is Mr. Boom, maar ik had liever de Book of Revelation. Heb je gelijk de Secret Room hiernaast. En ook als we slot machines hebben ofzo. Dan heb je gelijk... oh godverdomme, blaas ik mezelf op met mijn eigen bom. Als we... We kunnen hier elke keer wat meer items krijgen. Want elke trinket machine ofzo wat je op... Ik blaas mezelf weer op! Oké, okay, we hebben de Empress. Dat kan ons heel erg helpen. Want ik krijg die gast heeft vervelende stomme damage. Kan ik hier uitblazen? Nee, natuurlijk niet, want dat is een boss room. Dus we moeten de omweg gaan nemen. Wat net zo goed onze dood kan worden. Laat dit vuur gewoon even op. Als ik het kan opblazen. There we go. En... Oh, crap. Dit gaat mijn dood worden. We hebben de kist wel gehaald. Maar oké, okay, dat ging net nog goed. We hebben 1 extra soldaat. Dus we kunnen 2 hits nemen en dan zijn we dood. Oh crap, last. Oh crap, we kunnen nog 1 hit nemen en dan zijn we dood. Dat is heel lastig. Oh crap, crap, crap. Ah, fuck, hij is snel. Overal bommen en alles. Oké, okay, die is dood. Dus we hebben het wat makkelijker. Hopelijk blaast hij zichzelf op. Oké, okay, we hebben hem als laatste. Oeh, dat ging net nog goed. Door zijn eigen homing bombs blaast hij zichzelf op. Oké, okay, 1 hit en we zijn dood. Oh, ik weet, weer dezelfde kamer. Dit wat gaat me dood worden. Yep, dat gaat me dood worden. Ah, dan ja mensen. Ik ben heel ver gekomen. Ik heb het tot de kist gehaald, maar... ik ben nog niet zo goed met Dr. Fee, dus ik blaas meer mezelf op dan de vijand. Nou ja, dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat me weten wie ik de volgende keer moet gaan spelen. En ja, ik neem dan meestal... ik weet niet echt wie ik volgende keer... Ik kijk naar de reacties en laat me het weten. Zoals jullie weten, als je ons wil helpen met ons kanaal te groeien, deel deze video met anderen. Laat zien hoe verschrikkelijk de spel is of geweldig de spel is. En geef ons een like, want dat helpt je ons heel erg mee met ons kanaal te steunen. Dankjewel en tot de volgende keer. Doei doei! Thank you.